zonnebloemen. Wat een heerlijk vrolijk gevoel is dat weer, hè? Moet je eens kijken hoe mooi dit staat. Zonnebloemen kunnen ontzettend hoog worden en dan kijk je er eigenlijk niet echt op. Dit is de Sensation. Die blijven heel kort, 40 centimeter, en is een echte doorbloeier. Hier zie je die bloemen zitten. Als die nou zijn uitgebloeid, knijp ze er tussenuit, want eronder zitten allemaal nieuwe knoppen en dan gaat die meteen doorbloeien. Hier heb je ontzettend lang plezier van. Nou is het zo dat iedereen eigenlijk altijd gedacht heeft dat de bloemen van een zonnebloem konden draaien en met de zon mee konden draaien. Maar het is dus niet waar. Een steel van een zonnebloem die kan aan de ene kant veel harder groeien als aan de andere kant. Hij zet zich eigenlijk naar de zon. Als je hem dus zo in een bak hebt neergezet, op deze manier, dan weet hij dat de zon in het oosten opkomt. Wat doet hij nou? 'S Nachts groeit hij met zijn steel aan één kant van de plant veel harder, zodat hij de zon maximaal in het oosten kan krijgen. En overdag gaat de andere kant van de steel weer veel harder groeien, zodat hij 's avonds in het westen de zon kan krijgen. Dus niet de bloem draait en niet de steel, maar de ene kant en de andere kant kunnen onafhankelijk van elkaar harder groeien.